Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie treft de nodige maatregelen om het dumpen van vuil op de vuilstortplaats effectief en efficiënt te laten verlopen. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut NII in een persbericht. De afdeling Wegen van het ministerie heeft het rehabiliteren van de oorspronkelijke wegen opgepakt en is ook gestart met het aanleggen van nieuwe wegen. Er wordt gewerkt aan ongeveer 2 kilometer aan wegen op de stortplaats. Naranda Sitaram, coördinator afdeling Wegen, sectie Paramaribo, geeft aan dat bij het aanleggen van de wegen er eerst 80 tot 90 centimeter diep gegraven wordt. Er is ook een nauwe samenwerking tussen de afdelingen vuilophaal- en verwerkingsdienst, ontwateringswerken en wegen en aannemers voor wat betreft de werkzaamheden op de belt. De wegen op de stortplaats zullen voortaan onderhouden worden door afdeling Wegen. De werkzaamheden ter plekke kunnen nog ongeveer 3 weken duren.